Deze week is er weer sprake van zo'n gastaflevering. We hebben Iris uitgenodigd om de andere kant van het spectrum eens aan het woord te laten. Iris is stafmedewerker bij de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten, oftewel het VVSG. En Iris is al heel haar leven vrouw. Iris is ook een zeer getalenteerde zangeres en speelt met mij in de popklas in de muziekschool van Sint-Gertebergen. We hebben het deze week met haar over mannelijke onzekerheid. Wat is het? Waar komt het vandaan? En wat komt eruit voort? Zal dit een battle of the sexes worden? Of een gezellige dialoog? Luister flinkjes mee en ontdek het samen met ons. Het is tijd. Voor het mag gezegd worden. 3 mannen. 3 meningen. 1 conversatie. 1 podcast. Welkom bij het mag gezegd worden met Sander, Pavle, Bo en hier is Iris. De podcast waarin dit geval 3 blanke hetero mannen en 1 blanke hetero vrouw hun mening geven alsof er naar gevraagd werd. Laat ik snel met de deur in huis vallen met de fictieve sponsor van de week en dat is deze week Joke Schouwvliegen. De staatsveiligheid zei er namelijk dat wij een goed doel zijn, wat uiteraard niet waar is. Je mag aftreden zoveel je wil, Joke. Jouw fictief geld houden we bij. Iris, welkom. Dankjewel, Sander. Dag, Iris. Dag, Boke. Hallo. Dag, Pavlo. Tegen mij zei ze Boke, ik voel mij al direct speciaal. Dat is waar. Ja, hij is een beetje onzeker. Ja, maar ik dat is niet waar. Waarom zeg ik ook Boke? Om hem een beetje beter te doen voelen. Ja. Gaat het nu al beginnen? Nee, mopje. Okay. Mopje, Boke. Zeg eens, Iris, hoe was uw weekend? Heel leuk. Ja. En mijn stem te horen ook een beetje te leuk. Oh ja, ja. Dat hebben we allemaal wel eens voor. Jij komt deze week met ons babbelen over mannelijke onzekerheid. Ja. Vertel eens. Ja. Wel. Goh, eigenlijk ga ik meteen de vraag terug aan jullie stellen. Mannelijke onzekerheid. Zeg eens. Die spelletjes beginnen. Ik begin mij hier onzeker te voelen eigenlijk. Stel een vraag en ze kent dat gewoon terug. Ik ben gewoon super benieuwd hoe dat jullie daar naar kijken. Want ik heb daar natuurlijk mijn eigen blik op, maar die is een beetje vrouwelijk gekleurd. Logischerwijs. Oh, zo'n roze blik. Zo. Roze blik, ja. Stereotype heb ook. Zo gedoet ik niet daar. Allee, mannen, ontwijk de vraag. Allee, nee, dus wat is onze visie op mannelijke onzekerheid? Allee, wat roept dat bij jullie op? Afwijzing. Wauw, dat kwam spontaan. roept dat bij mij op. Zo. Ja. Eerste associatie. Ja, afwijzing. Ja. Ik heb daar al meer ervaring mee dan ik wil. Ja. Dus dat is bij mij. Sander? Niet alleen afwijzing. Ik denk dat daar ook wel uzelf vergelijken tegenover anderen bij komt. Dus de afwijzing is dan vooral, in het geval van ons, omdat wij 3 blanke hetero mannen zijn, de vrouwen ons afwijzen. Mm-hmm. Terwijl je het ook vergelijken naar andere blanke hetero mannen of andere soorten mannen natuurlijk. En dat komt daar ook wel bij kijken. Mm-hmm. Ja. Nu, als ik erover nadenk, over mannelijke onzekerheid, denk ik dat die ook mee evolueert doorheen je leven. Mm-hmm. Als een kind, of als een tiener, of als een jong volwassene, ben je over andere dingen onzeker. Ja. Mm. Denk als een tiener/puber is dat dan vooral een beetje cliché, maar rond je lichaam en dergelijke. Mm. Er is haar op plekken die er nooit was. Er groeien dingen. Chance dat sommige dingen mag groeien. Ja, blijven groeien, man. Lichaamslengte, bijvoorbeeld. Ja. Onder andere. Ja. Uw haar. Uw oren. Blijven groeien. Blijven de neus ook. Uw neus ook. De rest kan ik ook zeggen. Checke dingen. Ik wou niks over zeggen, want ik ben een beetje onzeker over. Maar zie, maar je merkt toch dat kei beladen is. Je kunt geen 5 seconden serieus praten over die mannelijke onzekerheid. Ja, maar dat is ook. Nu, we kunnen over het algemeen 5 seconden serieus babbelen. Maar ik begrijp het wel, het is waar. Nee, maar want ik wil jullie hier ook niet komen chargeren of zo. Maar dat ik dat zo een beetje zie, mannelijke onzekerheid, is zo. Ja, je kent dat zo van die gasten, je zit op een 5 en je zit als meisje zit aan het dansen. Ik ken het. Ben er zeker van dat er heel veel van de meisjes die dat luisteren dat ook al ervaren hebben. En er komt een gast naar u en die denkt dat hij zomaar in je gat mag zitten omdat je een beetje aan het dansen bent.
En je wijst die dan vriendelijk maar kordaat af. En dan krijg je als reactie van... maar je bent toch een lelijk wijf. Of heb je regels? Prutse doos. Snap je? En heel veel meisjes voelen zich daar dan heel slecht door. Terwijl het dat veel meer zegt over die jongen in kwestie. Dat voor mij is dat mannelijke onzekerheid ten top. Omdat je inderdaad boos zegt dan wel afwijzing. En je zegt dat op een hele lieve, zachte manier. Dank u. Ja, nee, maar dat is op dat moment... Nog steeds single die... trouwens. Die... Aan de meisjes die luisteren en zich herkennen in het verhaal van die jongens. Nee, maar op dat moment is die jongen gekrenkt in zijn eer en in zijn ego. En reageert hij zo. Maar ik denk dat je dat... moet leren omdraaien. En als meisje dan je moet denken van, oei, voldoek ik niet aan verwachtingen? Moet ik mij anders gedragen? Moet ik daar wel ja op zeggen? Maar dat je dat moet kunnen omkeren. En ja, dat zegt veel meer over die gast in kwestie dan over u. Ja, dat denk ik ook wel. Het is dat zo een beetje dat ik vandaag met jullie ook een beetje wou bespreken. Hetgeen dat er dan zo een beetje stereotyp als mannelijke zekerheid wordt gezien. Misschien niet door jullie, want jullie zijn... well-educated man, denk ik, hoop ik. Ja, jongen, hoor het toch. Twee derde. zeer accurate weergave. Nee, maar allez, zo gelijk ook van die gasten dat zitten batsen op een vuif op elkaar op hun gezicht zitten slaan. Ik begrijp dat. Ik begrijp dat echt niet. Allee, dan zit het toch, allee, dan zit het volgens mij niet goed in je vel als je dat doet, terwijl het soms dan gepercipieerd wordt als mannelijk en stoer en wat is het allemaal. Terwijl voor mij, in de omgekeerde richting, vind ik zo kwetsbaarheid of jongens dat echt heel authentiek over hun gevoelens durven spreken, dat vind ik mannelijk. Dat vind ik aantrekkelijk. Mm. Authenticiteit. En daar kan een beetje onzekerheid in zitten, maar allee, daar hoeft niks mis mee te zijn. Begrijp je? Ik snap het. Ik ben zelfs een beetje ontroerd. Ah. Ik doe dat niet graag, maar allee, voor u wel. Ja. Het is wel waar. Ik denk ook wel dat veel gewelddadigheid en macho-gedrag dat afstemt uit het onzeker zijn. Ja. Ik heb op internet gevonden dat macho-gedrag zou het zaad schaden. Dus, dat is goed. De kwaliteit van je sperma gaat achteruit. Thanks, Darwin. Hoe hebben ze dat onderzocht, vraag ik mij af. Ja, ik lees ook maar gewoon artikels op het internet. Ja, heel betrouwbare bronnen. Ja. Ik heb die ook gelezen. Google! Mannelijke onzekerheid. De eerste drie artikels. Idem. Voilà. Ik wil beginnen met nuanceren en te zeggen dat iedereen is anders. Mm-hmm. En het zou natuurlijk fout zijn om iedereen te scheren met dezelfde kam. Absoluut. Of over dezelfde kam te scheren. Ja, als je maar... Sommige mensen hebben maar één kam, hè, Sander. Dat is waar. Wij leven hier nu in bevoorrechte tijden, maar... Vroeger. Vroeger. Waar dat welvaart afgemeten wordt aan het aantal kammen dat je hebt. Voilà. Ja. Ja. BNP is niet meer, is niet meer relevant. Het is het aantal kammen dat je in huis hebt. Maar we hebben het dus, zoals altijd, over algemene trends en niet over outliers. En het is een beetje de dingen die wij opvatten. En dat mag natuurlijk. Het mag gezegd worden. Dat is ook waar. Oké, dus we hebben al een beetje gebabbeld over wat het is. Ook een klein beetje over wat komt eruit voort. Maar waar komt het vandaan volgens jullie? Ja. Ik denk dat veel te maken heeft met je huissituatie en je opvoeding. Mm-hmm. Ja. Als je bijvoorbeeld al ziet dat je vader of je oudere broers heel macho zijn. Ja. Of als je bijvoorbeeld je ziet met twee, drie broers en je vecht continu om aandacht van je moeder of van je vader. Mm-hmm. Gaat er al sneller in zitten, denk ik. No. Ja, ik volg je daar wel in. En ik denk dat dat ook een beetje is uit verwachtingen die dat je jezelf ook oplegt, of waarvan dat je denkt dat anderen die ten opzichte van u hebben, ik denk dat dat ook een bron van onzekerheid kan zijn. Als jij bijvoorbeeld denkt dat het de norm is als man om altijd bijvoorbeeld te betalen bij een date, om galant te zijn, om zelfzeker te zijn, om sportief te zijn, al dat moeten, ik denk dat dat, als je dan het gevoel hebt van oei, ik kan daar precies niet aan voldoen, ik denk dat dat bij vrouwen ook zo is, dat dan wel een gevoel van, van onzekerheid of van u te min voelen zo een beetje kan opwekken. Ja, ik vind dat ook. Maar dat kan ook dubbel zijn, denk ik. Want dat is niet altijd opgelegd van buitenaf, vind ik. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk veel van die dingen, dat zijn dingen dat mensen zichzelf opleggen. Ja, tuurlijk. Dat vind ik ook 100%. Maar de kunst of de uitdaging is om daar los van te komen. Hè. Het is niet zo evident als je denkt dat die verwachtingen dat die op je wegen en dat je daaraan moet voldoen. Ja, maar als
ik denk dat een deel daarvan wel alleen gewoon echt heel natuurlijk is. Zoals ik weet als kind, als ik terugdenk aan als kind, alleen. Ik wou altijd al vanuit mezelf zo een beetje. Hoe moet ik dan nu zeggen? Die provider-rol later. Allee, ik zag mij dat wel worden. Dat wel van nature uit. Ik heb ook altijd, zeker als kind, zo van nature uit tegenover vrouwen gestaan. Van zo. Een beetje door dat ridderachtig. Ridder en prinses. Oh, ja, dat is ik toch, heb een goede quote voor je straks aan. Dat is toch juist niet intern, maar toch externe bronnen. Dat is omdat je de verhaaltjes hoort, omdat je de sprookjes ziet. Ik denk dat niet. Ik weet dat niet, want in het onderwijssysteem is dat toch ook. Het is niet, volgens mij is het niet optimaal voor jongens. Veel jongeren zijn schoolverlaters of blijven vaak zitten. Hè. Bijvoorbeeld in de lagere school klonk dat ook altijd zo. Bijvoorbeeld dingen die vroeger jongensgedrag waren, zijn nu al gedragsstoornissen. Maar het ik begrijp het ook ergens wel. Hè. Er wordt altijd over de jongens, hè, die moesten dan stoer, ondernemend en competitief zijn. En denk van, oké, tot daaraan toe, maar nurture dat. Toch het ondernemende hè, het gezond, ja, gezonde ja. competitie. Maar als het erop aankomt, dan moesten we in de klas zitten, kop houden en luisteren. Mm. En ik denk niet dat dat gewerkt heeft. En dat zijn signalen die botsen ook. Hè. Maar zwart, het onderwijs zit vast in het oudbollig systeem dat dateert van de industriële revolutie. Dus, dat is voor een andere aflevering. Ja, daar kunnen we nog een ganse serie over doen. Ik wil ook wel nog terugkomen boven wat jij zei. Van, ja. Ik denk dat jij sowieso dan een eerder zorgendgevend persoon bent. En dat zich dan ook op een of andere manier uit... in uw contact met vrouwen. Maar ik zei dat ik een goede quote voor u had, want ik ben ook een keer gaan grasduinen op het internet. Jezus. Ja, en daar vind je van alles terug. En een van de quotes die ik daar vond was: mannen gedragen zich als nobele ridders wanneer een vrouw beantwoordt aan hun idealen, maar worden een boeman wanneer dat niet langer het geval is. Moet ik nu... Ja, Bo. Verklaar. Niet om u onzeker te maken, maar verklaar u. Dat toont ook direct de slechterik in het ridderverhaal. Dus het is eigenlijk de vrouw die weer niet volgt. Mannelijke onzekerheid. Wil jij een keer eerst een beetje uw... Moet ik hem nog eens lezen? Eerst eens nog eens lezen, alsjeblieft. Ik ga hem eerst zelf ook nog eens lezen. Ja. Dus... Mannen gedragen zich als nobele ridders wanneer een vrouw beantwoordt aan hun idealen, maar worden een boeman wanneer dat niet langer het geval is. Dus dat artikel ging eigenlijk over het feit dat mannen zich veel comfortabeler voelen in een positie waar dat zij het beter doen dan de vrouw. Voor het algemeen. Meer geld binnenbrengen, een betere carrière hebben, kunnen providen. Maar van zodra dat er dan een vrouw is dat hun ergens in verslaat, op welk vlak dan ook, dan raakt dat aan hun onzekerheid. En dan moeten ze die vrouw vaak ook niet meer hebben. Dat was dan ook, in extreem is dat ook wel gelinkt aan geweld tegenover vrouwen. Dus dat daarvan ook een trigger zou kunnen zijn. Dat je een beetje gekleineerd voelt. Omdat een vrouw het toch beter doet dan jezelf. Dus jaloezie vanuit onzekerheid. Ja, ik zeg, dat staat in dat artikel. Of dat ik dat nu 100% mee eens ben, dat weet ik niet, maar... Ik zou zien, want allee, tegen ons vroeger, je bent aan het voetballen en je bent 8 jaar en je shot naast een bal of zoiets, dan is het ook, hij voetbalt als een meisje. Dus toch? Er werd vroeger altijd... Je drapt als een waaf. Voilà. Maar er werd altijd... Welke school zijn jij geweest? Dezelfde als jij. Wat een leerkracht of ja, ik klets maar wat mijn nek. Sorry, Sandy, zeg maar voor. Ik ben mijn draad kwijt. Wacht, hij is hier. Daar. Ah. Het zijn geen draadloze micro's. Ik denk dat ook wel... Er wordt ook onder jongens altijd competitie gedaan. Je moest altijd de beste zijn, je moest altijd beter zijn. Je werd dan de pussy of andere zaken. Altijd vergelijkingen. Ja, maar en ook daar weer, dat is superloos. Want op wat gaat dat weer terug? Dat gaat niet terug op het feit dat de jongens u uitmaken voor pussy, zichzelf kijken hoe je in hun vel voelt. Nee, tuurlijk niet. Want als je dat altijd moet doen om je eigen waarden uit zaken te halen, dan zou je zelf beter een keer serieus in vraag stellen, denk ik. Maar nu, op zich, als 8-jarige kid... Ja, kunnen dat nog niet. Nee, ik weet het. Dus dat je het niet zo goed heb meegekregen. Want ik kan me ook wel geloven dat er genoeg ouders zijn die dat zo'n soort zaken zeggen. Meisjes moeten dit, jongens moeten dat.
Ja, ja. En ik denk dat dat misschien wel daar een beetje uit voortkomt. Ik denk dat het een beetje dubbelist is aan de andere kant ook gewoon. Je moet altijd de beste zijn in alles, of je bent niet goed genoeg. En ik denk dat je daar heel... Je ziet mij heel veel stress. En vanaf dat je dan tegen de muur loopt... Dan... Als je geluk laat afhangen van dingen dat buiten jezelf liggen, dat is een super variabele bron, dan ga je ook gewoon niet super gelukkig worden. Ja. En dan ga je inderdaad altijd het gevoel hebben dat je altijd moet bijbenen. Mm-hmm. En dat je altijd moet presteren voordat je goed bezig bent. En, ik vind dat... ik merk ook wel dat heel hard leeft. En dat is wel spijtig, want als mensen zich... fundamenteel terug op zichzelf zouden richten en zouden werken aan hun eigen geluk. Ik denk, maar echt, dat is kei cliché wat ik nu ga zeggen, maar ik ga het gewoon doen. Dat we dan echt in een veel schonere wereld zouden leven, dat toch? Zo, dat is zo echt gezien. Dat is oké. Okay. Nee, maar ik maak ook constant van zo'n uitspraken op de show. Dus, de show. Ja, en dan ik heb je alleen van, maar een 7 horen verkopen in de aflevering. Ja, dan heb jij niet naar voldoende van de... afleveringen geluisterd, tegen het termijn naar één geluisterd. Niet waar, naar 2 of zo. Wauw. Van de ondertussen, wel 17? Nee, maar... Ja. Nee, deze is de 20ste. Echt? Je bent ook goed mee. Ja, hier. Dus veel meer als 2. Dan. Alleszins. Oh my god. Yep. Kunnen we er zeker over zijn. Ja. Pavlo, hoe ziet jij dat hele verhaal voor u? Maakt jij dat mee? Wat vind jij van het hele ik moet I'm a provider verhaal? Of heb je zoiets van nee, we bouwen samen aan iets? Ja, nu persoonlijk, ik vind samen bouwen iets veel leuker, want ik denk ook dat het afhankelijk is met welke persoon dat je samen bent. Ja. Als je samen bent met een persoon die van u verwacht dat jij de provider bent. Ja, dat kun je moeilijk zeggen. Ja. Maar dan gaat het misschien moeilijker in een situatie. Maar dan zou ik al minder gemakkelijk tot die persoon aangetrokken zijn, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar ik denk, als uw tegenhangsel... uw appendix. Ja, als die verwacht dat jij provide, dan ga je volgens mij niet super snel in een situatie komen waar zij bijvoorbeeld meer zou verdienen dan jij. Of ben je daar mis in? Kan zijn dat zou raar zijn. Dat zou raar zijn. Ja. Logischerwijs. Ja. Want ik begrijp dat zich minder voortdoen. Want ik begrijp dat heel veel, maar misschien gaan we dat in de volgende over. Mm. Maar ik kan hem al lanceren, kunnen we eens over nadenken. Ik denk dat mannen het over het algemeen misschien wel moeilijk vinden dat de vrouw in de relatie meer verdient. Oh man, geen probleem. Nee, ik heb ook ik absoluut geen probleem. Ik wil een stay-at-home dad zijn. Nee, maakt niet zo'n fuck uit. Ik zorg wel voor de poesem. En de PlayStation. maar ik denk, omgekeerd kan dat ook wel zijn. Nee? Dat je als vrouw dat dan direct interpreteert als ik verdien minder, ik bots hier op een glazen plafond. Of dat je zegt van... als vrouw dat je zegt van, ik vind het nogal matig dat mijn man minder dan mij verdient. Ah, omdat je... Ah. Maar daar heb ik geen inzicht in, dat weet ik niet. Goh, mij zou dat persoonlijk niet storen. Als die iets doet dat hij heel graag doet, dat is voor mij denk ik het allerbelangrijkste. Thuis zit de PlayStation spelen bijvoorbeeld. Ja. Top trekken. Ja, dat dan weer. Zie je, nee jongens, dat is zwart-wit en het leven is genuanceerd. Oh, maar ik ging iets zeggen, maar ik ben het kwijt. Het was nog... Ja, ik heb het al 2 keer voor gehad, deze aflevering. Ja, het is zoveel. Maar gewoon iets anders. Je hebt zo van die YouTubers en gamers die hun geld daar nu al mee verdienen. Ja, maar dat is nog iets anders. Dat is toch nog iets anders. Dan ben je wel ondernemend, heb je project, daar zijn we mee bezig. Dat is iets anders dan gewoon op jezelf maar zitten gamen en dop drinken. Ja, nee, d'accord. Maar ik vraag me wel af zo van... Wat judge je niet, hè? Ik vraag me wel af wat dat... Hoe dat vrouwen dat eigenlijk zien als... Ja, Iris, wat vind jij daarvan? De mensen die op Twitch of op YouTube, die bijvoorbeeld... Ik weet niet wat Twitch is. Dat is een streamingplatform waar dat bijvoorbeeld, stel nu, iemand heeft een kanaal daarop, die spelen daar spelletjes op, dus die livestreamen hoe ze spelen en dan hun gezicht of gewoon hun stem erbij. En dan kan dat kan alles zijn. Dat kan humor zijn, dat kan echt een walkthrough zijn van begin van het spel tot het einde van het spel, dat kan tips geven zijn. Maar mensen die daar naar kijken, kunnen zich daar ook op abonneren. En er zijn er die daar heel veel geld mee aan het verdienen zijn. Ah ja. Dus hoe zou jij zijn, moest een gast bij u komen van kijk, ja, ik ben Twitcher en ik heb 100.000 abonnees bijvoorbeeld. Maar dus ja, die verdient eigenlijk wel goed zijn brood. Maar die zit 6 uur per dag voor zijn scherm meestal onnozel te doen of zo. Ja, maar 6 uur per dag zou ik nu ook niet zeggen. Pakt 3 avonden per week en dan 4 uur aan een stuk of zo. Ah, ja. Zo van 8 tot 12 of zo. Maar dat Twitcher zijn, dat is maar 1 aspect van die persoon. Dus ik denk wel dat ik... Alleen,
het is een capaciteit job, heb om daar voorbij te kijken als een hele toffe gast is. Ja. En ik versta mij daar ook mee. Ik heb daar eigenlijk weinig problemen met mensen, maar één klein ding. Alleen, er zijn zoveel andere variabelen dat er veel doorslaggevender zouden zijn voor mij dat ik me daar niet over kan uitspreken. Nee. Maar wat ik wel nog graag, want het is even ook weer iets anders, maar het zit nu terug in mijn hoofd, dus ik dacht, ik leg het ook even op tafel. Lay it on us. Wat ik een beetje moeilijk vind, of waar ik zo wat allergisch aan ben, en jullie vroegen daar juist van, vind je dat als vrouw dan belangrijk dat je een man meer verdient, of whatever? Nu, dat interesseert me totaal niet, maar wat ik wel een beetje allergisch aan ben, is zo van die vrouwen, dat alles wat met vrouwenbeweging of feminisme te maken heeft, een beetje misbruiken in functie van hun eigen, van hun eigen naam of zo, bijvoorbeeld. Snap je? Ja. Van, dat te pas en te onpas roepen van het glazen plafond en feminisme en mannen zijn zwijnen en wat is het allemaal. Als het er maar goed uitkomt. Ja, ik vind dat niet constructief, want het ding is ook, die MeToo-beweging bijvoorbeeld, wat ik daar ook echt van vind, is dat is een beweging die gestart is echt uit authentieke verhalen van vrouwen die dat echt erge dingen hebben meegemaakt, die dat niet oké zijn, die dat de moed hebben gevonden om dat aan te kaarten. En die slingerbeweging wordt in gang gezet en dan op het einde van die slingerbeweging zijn er van die onnozele grieten. Sorry, hè. Dat dan... Hij heeft oogcontact met mij gemaakt zonder toestemming. Ja, maar kijk, maar zie. Maar dat zorgt er wel voor, hetgeen dat je net doet, dat wij dat ridiculiseren. Terwijl in de kern is dat een heel goede beweging geweest. Maar door dan een aantal onnozele grieten dat dat dan doen in hun eigen naam of voor hun eigen faam, is dat een beetje... Is eigenlijk de kracht van die beweging totaal ondermijnd. En zijn er nu... Dan, de mannen die vinden dat de vrouw in de keuken moet langs de andere kant van het spectrum, die roepen nu ook dat die MeToo-beweging dat dat los is en dat we daar maar niet te veel rekening mee moeten houden dat vrouwen toch maar overdrijven, ziet je? Alleen dat vind ik zo'n beetje, beetje gevaarlijk. Het werkt niet als je langs... Polariseert. Ja, en als je tegen elkaar zit te roepen, van elk langs de andere kant van het spectrum, je gaat elkaar nooit niet tegenkomen. Hè. Je gaat gewoon blijven roepen. Je kunt beter dicht bij elkaar komen en fluisteren. In plaats van aan uiteinden te staan en te moeten schreeuwen. Goed gezegd, dat is correct. Voilà. Nu, het is cool dat je het aanhaalt van de slinger, want ik verwacht wel dat die slinger terug gaat komen. Misschien niet even ver als dat hij vertrokken is, maar ik denk dat we dan ingematigde discussies gaan komen. Het is dan, lijkt me wel wel idem. Maar dus dat is gewoon spijtig dat dan... Ja, er zijn altijd zo mensen, dat is bij heel veel van die bewegingen. Als er zoiets in gang wordt gezet, zijn er altijd mensen van, ik kan daar wel munt uitslaan. Of misschien kan ik dat wel gebruiken om mijn eigen naam wat te boosten. Er zijn altijd zo'n mensen. Maar het spijtige is dan dat dat soms ook meer wordt opgepikt dan de echte verhalen. Dan de echte verhalen dat ertoe doen, dat vind ik zo'n beetje loos. Ja, ik denk dat zolang dat mensen niet bereid zijn om naar elkaar te luisteren, dan blijft hetzelfde patroon zich voortdoen. Exact. Ja. Dus daar komt het op neer. Het is daarom dat ik zeg, je moet dichterbij komen en fluisteren. Want in fluisteren zit luisteren. Oh, goed gezegd. Spitting wisdom. Dat is ongelooflijk. En niet, gewoon zo geïmproviseerd. Stap, hè? Dat is ongelooflijk. Het is een gave. Ja. Ik weet het. Amai. Ik weet het. Oké, dat is tof. Next. Ja? Ja, de volgende punt. Zijn jullie er al over uitgepraat? Ik weet niet. Pavel heeft nog niks gezegd. Ik heb toch een redelijk sterk punt net gemaakt, vind ik. Dat is waar. Ik heb een side story die daar een beetje bij aansluit, dat ik onlangs gelezen heb. Ja. Dus in India is er blijkbaar een seriemoordenaar die verkrachters... Hercules. Hercules. Yeah. Van een koning. What the fuck? Nooit van Hercules gehoord. Maar ik denk niet dezelfde waar jij het over hebt. Nee. Dat is dus een seriemoordenaar die mensen, die verkrachters en mensen die beschuldigd zijn van verkrachting, vermoord. Hmm. En nu heeft hem onlangs een man vermoord en de vrouw die hem beschuldigde van verkrachting heeft gezegd dat ze gelogen heeft. Ja. Zie, oh maar dat is een cautionary tale. En dat is dus exact wat ik bedoel. Als er dan een vrouw nu nog maar roept van er heeft iemand mij ongewenst aangeraakt, wordt er opgesprongen, wordt daar een heel verhaal van gemaakt, wordt dat niet altijd 100% gecheckt of dat waar is, wordt het leven van die man in kwestie geruïneerd, zijn reputatie geruïneerd, en dan wordt daarover gelogen. En dan zo is dat, oei ja, ik heb gelogen. Spijtig, uw leven is verpest, sorry. Maar aan de andere kant is het ook wel waar dat dames die er die een serieus daarmee dat verhaal naar buiten brengen, dat zij ook moeilijk geloofd worden. Ja, maar juist dat is omdat het... wel. Ja. En dat is inderdaad mijn hele punt. Die echt onnozele
wijven, en ik gebruik het woord wijf in deze context zelf. Ah, ik zou het niet durven. Nee, maar dat is echt, dat maakt mij een beetje kwaad. One of us. Dus als we conclusie, als we gewoon allemaal normaal doen, dan zal het... Dan Ik denk wel dat de meeste mensen echt wel perfect in staat zijn van een redelijk goed onderscheid te maken tussen die mensen, hoor. Tussen die liegende vrouwen. Ik weet dat niet. Ik weet dat ook echt over niet. Over het algemeen denk ik wel dat... Ik denk dat dat heel moeilijk is. Want toch, wanneer dat als het iets er heel politiek dik... gevoelig is... Ja. Ja. Maar wanneer het er heel dik op ligt. Want zolang dat iets ambigu blijft, dan moet je... Dat is basically onzekerheid definiëren. Als er iets er dik op ligt, dan kun je zeker zijn. Sander, en als iets ambigu is... Soms heb je toch ook wel dat je ziet van... Ja, hallo. Ja, maar het probleem is, als jij de persoon bent die denkt van... Oei, maar dat ziet hier... Dat is ambigu, ik geloof dat niet echt. Ik denk het eigenlijk, of eerder van, ik denk het eigenlijk niet. En je bent mis. Mm-hmm. Dan zeg je wel echt een smijlen. Ja. Toen heeft hij iets keierig meegemaakt en dan zit hij te zeggen, volgens mij niet hoor. Ja, maar ik heb het dus over de kant van, hij heeft oogcontact gemaakt en maar dat is gewoon obviously bullshit dat ze dan verkopen. Ah, wel, voilà, maar daar heb ik het op. Ik heb het daarop. Want ik volg Sandra wel in dat rap heel beladen kan worden. Want als je het dan verkeerd inschat, dan zit jij de bad person. Dan is het je ook op de hangt. Hè. Ja. Ja. Is er nog geen rechter of zo. Dus, een linker. heb jij nog iets waarvan je denkt van... Jongens, zijn jullie daar onzeker over? Of... waarom zijn jullie hier onzeker over? Maar nee, want op zich kan ik wel heel veel begrip opbrengen voor zaken waar dat zowel mannen als vrouwen onzeker over zouden kunnen zijn. Ja. Maar wat ik dan heel stom vind, is dat zo op flessen wordt getrokken. Ook een van die... Allez, bedoel, je moet het nog maar googlen, mannelijke onzekerheid. En je krijgt al van die filmpjes op YouTube van 8 dingen die vrouwen echt haten bij onzekere mannen. Wat is dat? Wat haten vrouwen bij onzekere mannen misschien? Maar echt, hè? Ik vond het zo belachelijk. Wat zijn die dingen? Wacht, hè, wat was het hier weer? Een van de eerste dingen was... Waarom kijk je dan bij? Dan word je gewoon direct met hem gelachen. Dus word je daar onzeker van? Ik ben benieuwd. Nee, ik ben benieuwd. Ja, ik ben Mohammed Kaas, maar hoe dan ook. Nee, mannen die geen oogcontact durven maken met vrouwen. Dat een teken van onzekerheid is. Dat doe ik nooit. Of mannen die hun woorden niet vinden. Dat is waar. Maar ik vind dat... Maar hoe loos is dat? Want dat is allemaal, dat wordt allemaal zo dan een beetje... Dat filmpje wordt in elkaar gestoken met... Hoe kun je dan eigenlijk je kans om vrouwen te krijgen zoveel mogelijk vergroten? Door ze aan te staren, door... Allee, bedoel... Ja, door... En heel kordaat en krachtig te spreken. Hey, hoe gaat het? Kom hier, nu! Intense blik! Dat is super aantrekkelijk. Ja. Hallo! Ja, dat is ook wel zo. Ik denk dat het spel is het spel is zo complex geworden. Maar ja, maar en waarom willen we dat dan altijd in van die criteria gieten dat je moet afvinken? Ook de Flair, ik vind dat een verschrikkelijk tijdschrift. Ik lees dat niet, want ik vind mijn hersencellen sterven daarvan af als ik dat lees. Dus ik doe dat niet. Maar nee, maar ja. Het is goed. Alles, waarom moet alles in lijstjes gegoten worden? De 5 snelste manieren om een jongen te versieren. Maar dat is de internet nu. Oh, boy. Dat is internet. Ja, dat loopt nuance. Mensen dat komt, ja. aan. Want dat lokt net mensen die met die onzekerheden zitten aan. Ja. Dat cultiveert. Maar ja, je denkt dat je daar een oplossing in gaat lezen. Maar uiteindelijk zit voor mij, en dat heb ik in het begin ook gezegd, de sleutel in authenticiteit. Ja. In jezelf graag zien en jezelf zijn. En voilà. Meer moet dat niet zijn. Ja. Allee, je bevestigt daarmee ook de stereotypen, vind ik. Want als je die tips dan leest... Of de zaken waar dat meisjes zo gezegd of afknappen bij jongens, dan denk ik van, maar dat is helemaal niet per se waar. Dat hangt echt af van persoon tot persoon. En je vlakt jongens af daardoor en meisjes ook in de manier waarop dat ze met elkaar omgaan. Ja. Of zouden moeten omgaan. Want soms, mannen en vrouwen kunnen rare doen tegen elkaar, hè, toch? Ja. Maar echt een gewone basis van verwachtingen dat jij denkt dat die andere persoon heeft ten opzichte van u. Terwijl als je 2 minuten zou neerzitten, samen een pint zou drinken, zou dan merken van, eigenlijk willen wij wel... Ongeveer hetzelfde zitten wij wel meer op dezelfde lijn dan dat we zelf vermoed hadden of gedacht hadden. Ja, ik mag geen gluten meer, dus een pint drinken. Ja, ik val alweer uit de boot. Maar leuk. Je hebt toch altijd lief, Sander. Jij zit in de clear. In de clear. Ja. Nee, ja, maar dat is wel waar. Ik heb een stelling. Shoot. Dus stel nu voor, er komt een jongen op je af en die doet heel hard de moeite om je te impressen, om je te imponeren. Je hebt bijvoorbeeld een van die...
romcomfilms is het dan heel romantisch als je dan de vlieger neemt, hè, bijvoorbeeld, en je staat net aan de airport, aan de gate, en dan komt hij daartoe gelopen en zegt, nee, Iris, vertrek niet zonder mij, of blijf bij mij. En dan, hè, dus zo, en dat kan een kei romantisch gebaar zijn, maar dat kan ook super fucking creepy zijn. Ja. En ik heb ooit iets gehoord dat iemand zei van, ja, kijk, de grens tussen creepy en romantisch is gewoon... dun. Ja, is dun en is soms ook van... Ja, ik kan het plat of zeggen dat ze en zeggen... ziet zitten of ja, niet. Ja, ik wou daar plat zeggen hoe aantrekkelijk hij is, maar het is eigenlijk eerder of je hem ziet zitten of niet. Ah. Snap je? Want zijn er geen dingen bijvoorbeeld... Dat, allee, je moet geen voorbeelden geven of zo, dat je zo denkt van... Dat vond ik creepy bij die gast. Oh. En als je dat... Ik heb wel wat voor. maar als je dat zou plaatsen in een context van als ik hem wel zou zitten... En omgekeerd ook, hè? Ja, ja. Omgekeerd ook, hè? Ja, ik denk dat je sowieso met meer kunt wegkomen, maar er is een grens aan alles. Want je start ook met een gezonde interesse in iemand, anders gaat je daar niet mee gaan dringen of dan deed je daar niet mee. Maar in het proces van elkaar leren kennen, kunnen er wel dingen naar voren komen die die aanvankelijke interesse doen op de achtergrond verdwijnen, zo'n beetje. Ja. Maar ik weet wel van mezelf, ik ben daar een heel strenge in. Ik heb echt... ik ben heel... Alleen, ik sta sterk in mijn eigen schoenen en ik ben allergisch aan betutteling. Of als ik nog maar het gevoel heb dat mijn beweegruimte wordt ingeperkt, dan ben ik weg. Ja. Wauw. Okay. Ja. Hoe atypisch. Hey! Voor deze tijd bedoel ik, in het algemeen. Haar bewegingsruimte is niet in, man. Ja. Yo. Net aangegeven, what the fuck. Ja, moeten dan gasten zo mijn cv afkomen op een date? Maar nee. Maar nee, nog eens, gewoon zet u zelf. Ja. En dan nog kan ik in alle vrijheid beslissen of ik u tof vind of niet. Allee, ik vind ook dat je aan niks gebonden moet zijn. Of zo, je hebt op elk moment de vrijheid om te zeggen van, bon, nee. Allee, dat je die andere... Kunt je een concreet voorbeeld geven zo van uw strengheid? Zo bijvoorbeeld criteria? Criteria? Maar dan zijn we met de lijstjes van de flairboeken bezig. En daar doe ik nee, maar gewoon uw eigen interpretatie van wat dat streng is. Waarom vind je jezelf streng, Iris? Waarom ik mezelf streng vind? Maar dat is misschien geen strengheid, maar dat is gewoon... Ik ben heel eerlijk in waar dat mijn grenzen liggen. Er is maar... Ik ben maar één versie van mezelf, snap je? Ik ga altijd weten wat mijn gedacht is. Ik kan mij wel heel goed voorstellen dat op sommige mannen komt dat wat streng over. Mijn papa zegt altijd tegen mij van, Iris, als je ooit van de straat wilt raken... Doe het normaal. Nee, hij zegt dat niet zo, Hij zegt dat heel liefdevol. Ja. Maar ja, nee. Ik voel me niet graag opgeëist om mee te beginnen. Ik voel me ook niet graag betutteld. Ik doe mijn eigen ding. Ja, voilà, dat is zo de... Oh, en ik heb een vraag voor u. Ja? Kent je het concept mansplaining? Nee. Oh, je kent dat niet? Laat ik het u even mansplainen. Ja, ja, ja. Het concept mansplaining is dat wanneer mannen en vrouwen tegen elkaar praten... Wacht, Sander, je moet je benen meer spreiden terwijl je dat zegt. Ja, dat is manspreading. dus dat mannen er vaak van uitgaan dat ze iets moeten uitleggen aan een vrouw. Zonder dat die vrouw daarna gevraagd heeft. Dus stel nu, je bent op het werk en je komt bij een collega en die collega vraagt u iets. Mm-hmm. En jij weet eigenlijk wel al over wat het gaat. En toch vindt hij het nodig om het u uit te leggen. Nu, pas op, à la base kan dat vanuit een goede plek komen. Mm-hmm. Maar mansplaining is een ding, blijkbaar, omdat dat vaak zou voorkomen. En iets te vaak. Dat het een trend wordt. Ja, Iris heeft er alleszins nog nooit van gehoord. Dus, nee. Let er eens op. Maar denk je het uit te leggen, Sander? Ja, dank ja, u met uitleggen. Dank u. Ja. Maar ja, er is nog een vers... Ja, nee, wacht. Dat maakt niet uit. Nee. Moet je het nog eens uitleggen? Ja. Oh, jongens. Nee, maar de reden waarom ik dat vraag, Iris, is omdat dan... Als je nu inbeeldt dat... Of stel je nu voor dat de jongen die tegenover u zit... Figuurlijk. Figuurlijk, wel, Want nu zit ik tegen. Ja, boken. Maar dat die... Gaan we even naar buiten? even streng is als jij. Ja. Zie je dat dan goed komen? Tuurlijk. Of zie je dat dan kunnen klikken op een bepaalde manier? Tuurlijk, maar ook dat weer is maar één criterium in een heel... Er zijn nog heel veel andere zaken die ook meespelen. In het al dan niet aangetrokken zijn of leuk vinden van iemand... Maar ik denk dan zeker dat er een evenwicht in te vinden is.
Ik voel me gewoon... Allez, als je mij als je mij 10 sms'en per dag stuurt, boeken, echt, boeken van sms'en, dat vind ik niet leuk. Als je mij zit te bellen... Je moet geen schrijver hebben. Maar nee, je moet gewoon tegen mij spreken. Maar niet sms'en... Maar je zegt geen sms'er. Nee, sowieso niet. Maar op zich, als je dat aangeeft en dan wordt naar geluisterd... Tuurlijk, maar dat is ook maar, zie je, dat is ook maar echt iets. Een klein detail. Ja. Zeg maar een mini dingetje. Ja. Oké. Okay. Ik wil een verhaaltje vertellen. Mag je dat? Ja. Ja. Oké. Okay. Omdat, ik denk dat dat hier wel mooi op aansluit. Ik heb ooit eens een... Hoe moet je dat zeggen? Een fling... gehad met een meisje. Ja. Sander, je weet heel goed over wie dat ik het heb. We hebben nog bij u thuis... het meisje in kwestie zal ook wel weten. Contact gehad. Ja. Ja. En, contact. Ja, dat verliep zeer goed in het begin. We kwamen goed overeen en ik was zelfs nog zo pralinekes gaan halen voor haar. En dat in haar brievenbus gaan steken, want er was niemand thuis. Maar ik wou haar verrassen, dus ik had via een vriendin gevraagd waar dat ze woonde. En dan Wacht. Ja, ja. Het wordt nog beter. Pallinnetjes daar gaan steken, maar die had mij het verkeerde huisnummer gegeven. Dus ik zeg, dat is toch nummer 81 in de zo... Ah, nee, het was 7. Heb ik 81 gezegd? 7. Dan dacht ik, oh shit. Dus ik is dat nog... uw interpretatie van een vrouw? 87? Ja. Misschien klonk die gewoon zo, heeft hij een ziekte. Ja. Ik had maar beter van u verwacht. Als die effectief zo klonk, en ik gewoon ik heel goed kan imiteren. Vertel maar verder. Ja, en dus ik was dan nog zo teruggegaan om die pallinnetjes dan later die avond uit die brievenbus te gaan halen en dan in de juiste te gaan steken. En dan is afgesproken samen met haar hondje gaan wandelen, de mama is ontmoet, wat is het allemaal. Heel tof allemaal, goed begin. Hè? Mm-hmm. Maar dan, op een dag, waren we aan het babbelen, elkaar een beetje beter leren kennen. En zij had een heel goede indruk van mij, daardoor onder andere. Maar ik ben niet perfect. Alles behalve, dat zijn niet. Niemand. Nee, voilà. Niemand. Zeker ik niet. En dus het kwam erop neer. Het is geen competitie. Niemand is perfect, maar ik ben echt minst perfect. Het kwam erop neer dat ze vroeg achter vorige relaties. Zo van, heb je al vriendinnetjes gehad en dit gewoon elkaar een beetje beter leren kennen. Maar dat was dus niet het geval bij mij. En ik had alleen nog maar crushes gehad waar ik op dezelfde manier probeerde de meisjes te veroveren met mijn mooie gestes en wat is het allemaal. Een van die crushes, die kende ze. En ze was daar niet opgezet mee. Want ze kon dat meisje niet af. En dat was direct een dealbreaker van de ene dag op de andere. Meen het? Ja, van de ene dag op de andere was gewoon niet meer gehoord. En ja, bij de reden waarom dat ik dat vertel, is omdat voor mij, ik was gewoon effectief authentiek. Mm-hmm. En, maar gewoon van de moment dat ik ook maar één flaw echt naar voren bracht... Maar op zich, heb je iets geraakt dat in haar onzekerheid zit, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Maar het ding is van, ik ben altijd bereid geweest om die dingen aan te gaan. Weet je? Om elkaars fouten gewoon te leren kennen en vrede mee te vinden. Mm-hmm. Maar ik heb dan nog niet zoveel teruggevonden. En dat zijn wel zo van die dingen dat je dan tekenen. Mm-hmm. En dus de reden waarom dat ik dan zo vraag, vind je streng en hoe streng mag je jongen zijn, is omdat ik heb al ervaren dat ik daar gewoon op afgestraft ben geweest. Ah, maar dat doe ik niet, hè. Ik straf niet af, hè. Okay. Afstraffen is in dit geval zij die aangeeft dat het niet meer hoeft. Ja. Op basis van is dat duidelijk veel meer zegt over haar dan eigenlijk. Nee, ja. Inderdaad. Over u, want ik vind dat heel spijtig, maar dan is mijn volgende vraag ook een beetje, wil je samen zijn met iemand dat zo... Allee, ik weet dat niet. Dat is ook maar één aspect van haar, want ik ken haar niet. Maar dat daar zo
Tuurlijk. Gevoelig achteraf voor gezien, is... achteraf gezien ben ik van dezelfde mening, maar op de moment zelf... Ja, tuurlijk, dat snap ik wel. Ja, ja dat steekt, hè. Dus dat duurt wel... Allee, je moet daar toch wel even mee worstelen om daar dat te ontgroeien, zal ik maar zeggen. En, ja, terwijl... Dat jij er eigenlijk mocht van uitgaan, dat je gewoon echt zeg geweest en dat siert u er... Allee, dat voor u eigenlijk iets heel krachtig is geweest om te doen. Maar ik snap wel dat u een beetje... Ja, dat snap ik. But I'm over it. Ja. Laten we toch even benoemen dat het semi-vaag is. Je moet niet aan een vriendin het adres vragen. Ja, dat was ik wel ook maar, even aan. Dat was bij mij ook een red flag. Nog iemand anders? Dat is ja, toch, als je haar adres kent... Dick pics, omdat je ja, inderdaad. Als je haar adres kent omdat je daar al eens over gehad hebt, of je zegt bijvoorbeeld, spreken we eens af, we gaan wandelen met een hond, ik woon hier, dan weet je waar ze woont. En ik vind, vanaf dan is het een moment om te zeggen, nu kun je gewoon elke dag van de week een doos praline in die brievenbus doen. Ja. Maar het is ongemakkelijk omdat je dan... Omdat je dan eigenlijk achter haar rug over haar bezig bent. Dat en dat zal ook onzekerheid, maar ook andere zaken een beetje triggeren. Dat is een verrassing, Sander. Het waren pralines. Het was geen bom. Maar ik weet dat niet. Bij mij is het ook zo'n beetje dubbel. Ik weet ook niet hoe wat ik daarvan zou vinden. Er is een verschil tussen een verrassing en intrusief zijn. Is dat juist zo? Ja. Dat je bijvoorbeeld zegt van, ik heb een verrassing. Ik ben de afgelopen maand, elke maand... ondanks dat jij niet weet dat ik herken, met uw oma gaan middag eten op zondag en we zijn beste vrienden geworden. Kom, laten we nu samen naar uw oma gaan. Dat is haar op een keirare spot zetten. Ten eerste, klein verschil, met natuurlijk eenmaal... Ja, maar en ten tweede, wat als jij die oma gewoon kei cool vindt en jij wilt die oma leren kennen? Sorry, schat, ik verlaat je voor je oma. Een relatie beginnen met die oma. Ja. Ah, wel, ja, misschien doe ik dat wel wat. Dat is nog maar vaak. Moet je verlaten voor je oma. Je oma, ja. De oma, ja. We zijn aan 42 minuten, dus ik ga de netjes van de week doen. Maar geen zorgen, beste luisteraars. Volgende week, of als je het later luistert, in de volgende aflevering, gaan we gewoon voort. Hij is al gedaan. En we zijn zelfs over tijd. Ja, we zijn over tijd. Ja. Heb je al dat meegemaakt? Dat ik over tijd was. De netjes van de week. De klimaatbetogers doen het netjes. De politiekers zijn het dan weer netjes aan het verkloten. Hopelijk luisteren ze binnenkort eens in plaats van eigenlijk de echte klimaatspijpelaars te zijn. Wow. Oké, ik wil iedereen die luistert of gekeken heeft graag bedanken daarvoor. Als je zin en tijd hebt, luister nog eens een aflevering. Zit je soms in de wagen, in de bus, op de trein? Kook jij van tijd? Zit je in bad? Heb je speakers in je douche? Zet een aflevering af. De meeste afleveringen zijn iets korter en passen makkelijker in het traject. Maar er zijn mensen die langer bezig zijn. Of je kunt ook in twee keer luisteren natuurlijk. Het is dat. Maar hebben wij nu al genoeg gezegd? Ja, nee, zijn we tot de kern gekomen? Nee, we zijn niet tot de kern gekomen. Maar ik stel voor dat we gewoon voortdoen. Oké. Okay. En het in stukjes kappen. Dat is goed. Want meestal vind ik het niet erg om er wat over te gaan, over de tijd. Maar na een uur vind ik het wel heel ver gaan. Ja, tuurlijk. Voilà. Dat zou ik alleen echt willen overhouden. We zijn gewoon niet zeker dat mensen een uur naar ons willen luisteren. Ja, zijn jullie daar wel zeker over? Of ja, toch wel. De mate waarin naar jullie podcast geluisterd wordt? Oh shit, die vraag wordt hier gedropt op het einde. Met deze bombshell gaan we afsluiten. Ja, jongens. Nu niet meer aan. Wauw. Voor de volgende aflevering. Ja, Jezus, laten we daarmee met de deur in huis vallen. Zeg, like ons op Facebook en op YouTube en op al de rest. En ik heb ook gemerkt dat we onze audio-kwaliteit op Castbox trekt op de kloten. Maar op iTunes en op Spotify is die veel beter. Dus ga daarbij voorkeur. Ja, voilà, exact. En als je die leuke filmpjes wilt zien, dan is YouTube de plek waar je moet zijn. Tot volgende week. Zal ik eens bijkens. Ciao. Bye. Ciao. Bye.